De auteur Aetika Foren heeft gisteren tijdens de themaavond van de schrijversgroep 77 in Tori Oso een boekpresentatie gehouden. In een sfeervolle setting heeft de auteur haar boek Dubbelbloed gepresenteerd. Foren kreeg daarbij assistentie van pianiste Lisbeth Perotti. Dubbelbloed gaat over het leven van de schrijfster. Ze heeft een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. Daarom vindt ze dat ze dubbelbloed heeft. Nederlands en Surinaams bloed. Het gevoel, hey, in wat voor land woon ik? En dat ik het gekke, de gekke gewaarwording heb, dat ik me steeds vaker momenten heb dat ik me niet thuis voel in Nederland. Dat is heel raar. Want dan ga ik een probleem krijgen. Want hier ben ik ook niet thuis. Hè? Niet echt thuis. Dus dat is wel moeilijk. Dus hoe uitzicht dat? Dat je, ik zeg maar wat, dat heb ik pas nog meegemaakt met mijn man. Dat moet ik eerlijk zeggen, was niet in Nederland, maar in Frankrijk. Geweigerd worden in een restaurant. Je denkt dat het van vroeger is, maar het is niet zo. een ander ding wat ik ook echt heel opvallend vind in Nederland, is dat het heel vaak aan jou gevraagd wordt, aan mij gevraagd, waar kom je vandaan? Hier is dat niet. Hier vraagt men niet, waar kom je vandaan? Ik ben een bakra, oké. Dus dat zien mensen dus blijkbaar toch al. Ze vragen wel, wie is je vader, wie is je moeder? Shame, sister. Cause honey, the shark is feeling fine. Tot zover Aetika Foren, auteur van het boek Dubbelbloed. Het boek is gisteravond in een sfeervolle, druk bezochte Tori Oso gepresenteerd tijdens de themaavond van de schrijversgroep 77.